In de bedrijven zijn er vandaag nog discussies over die index. Ik wil daarmee gewoon aangeven dat op alle niveaus, of het intersectoraal is, of het sectoraal is, of op bedrijfsniveau, dat het indexsysteem inderdaad in gevaar stond. En toen wij in het begin van dit jaar het interprofessioneel akkoord verworpen, toen hadden we een aantal eisen naar voren gebracht. Zeiden, we verwerpen het omdat we de indexmanipulatie niet aanvaarden. Omdat we niet willen dat de pensioenen, de brugpensioenen aangepakt worden. Omdat we niet willen dat het bediendenstatuut afgebroken wordt. Omdat we niet willen dat er aanvallen komen op de sociale zekerheid. Omdat we niet willen dat er inderdaad een besparingspolitiek wordt opgevoerd. En in onze geest toen dachten we, we zitten nu, januari, februari, maart, inderdaad in het interprofessioneel akkoord. De regering gaat budgettaire maatregelen moeten nemen. En die gaan vallen. Toen zei men dat ze gingen vallen in april en mei. En dat de openbare diensten zwaar zouden aangepakt worden. En we wisten vanuit de Europese agenda dat er in juni een aantal beslissingen op Europees vlak zouden genomen worden. De six-pack maatregelen die nu zijn genomen. We zaten dus eigenlijk in een crescendo-strategie. Waar we vanuit een intersectoraal akkoord naar een breder publiek, vanuit het privé naar de publieke sector. En vanuit België naar Europa zouden gaan. Het is jammer genoeg niet gelukt. Al omdat van in het begin het vakbondsfront op nationaal vlak tussen ACV en ABW niet gewerkt heeft. Ook voor een aantal andere redenen. De politicus had er ook begrepen dat het niet goed het juiste moment was om besparingsmaatregelen op dat moment te nemen. Maar dus wat voor mij en voor ons belangrijk is, dat is dat we verbanden moeten leggen tussen de verschillende strijdbewegingen die er zijn. Verschillende verzetsgaarden die er zijn. Ook die binnen de vakbond bestaan. En als ik nu even over de vakbonden door mag gaan, waar staan wij op Europees vlak en waar denken wij aan op Europees vlak en waar werken wij aan op Europees vlak? We werken aan een coördinatie van de loonpolitiek en dat is enorm moeilijk om met andere vakbonden van andere landen afspraken te maken over looneisen en loonmaatregelen. We discussiëren over een minimumloon op Europees vlak en dat is ook al niet gemakkelijk. En de laatste en belangrijkste, en ik denk dat onze Spaanse kameraden daar ook op amuseren. We zijn ervan overtuigd dat we op Europees vlak naar stakingen gaan. Hoogstwaarschijnlijk gaat dat beter lukken in een aantal sectoren. Maar als we er niet in slagen om op Europees vlak een vuist te maken om Europese stakingen te organiseren, dan gaan we er nooit geraken. Dank u. Beste vrienden, chers amigos. D'abord, je voulais excuser mon secrétaire fédéral qui ne pourrait pas être là aujourd'hui. En tout cas, il n'est pas là à temps. Je vais le dire comme ça, alors je vais lui remplacer. Ik wil het even hebben over Duitsland. Duitsland, het model dat altijd wordt aangehaald als het te volgen model. Want veel mensen denken dat dit Duitsland en zijn sociaal-economisch beleid, dat het beleid is dat we zeker moeten volgen. Zozeer eigenlijk dat het nu ook model is voor dit economic governance waar Europa het steeds over heeft en die de euro zal moeten redden. Laten we duidelijk zijn, vrienden, Duitsland als model is een mythe. Ja? Er wordt constant getracht die eurozone en binnen de eurozone, en ruimer binnen de Europese Unie, dit model op te leggen aan alle landen binnen Europa. Laat mij een aantal cijfers geven over Duitsland. Duitsland zag het aantal personen die volgens Europese normen door een te laag inkomen armoede riskeren, op amper 4 jaar tijd groeien met 26,4%. Waaronder in die 26,4% een belangrijk aandeel van werkende armen door de afwezigheid van minimumlonen en het feit dat er een heel wat minicontracten bestaan. Is dat wat wij willen voor een sociaal Europa? Nee. Hoe in godsnaam kan een land dat zijn armoede met meer dan een kwart zag toenemen, dienst doen als rolmodel voor Europa? Dat zijn armoede met een kwart willen verminderen tegen 2020. Als we die vraag stellen, dan wordt het zeer overdovend stil, beste vrienden. Wij hebben als vakbonden dan ook de verbonden plicht om te reageren op het zogenaamde Duitse wondermodel. Het is dan ook goed om te zien dat onze Duitse kameraden, onze Duitse vrienden, ook daar het licht hebben gezien en reageren
en actie beginnen te voeren als tegenfront voor de harthervormingen. Dit was te zien op de laatste LBC-studiedag. Mes amis, peu de réaction aussi lorsque l'on fait remarquer que ce modèle de croissance allemand, tant idolâtré, et ses réformes HARTS, si exemplatives, on a finalement eu peu d'incidence sur l'emploi. Concrètement, l'Allemagne n'est quasiment pas parvenue à créer de l'emploi en 13 ans. Vu sous un autre angle, un petit pays tel que la Belgique a créé 11 fois plus d'emplois que cette grande Allemagne sur la même période. Wat willen ze ons nu eigenlijk doen geloven? Moeten we deze vorm, dit idee, deze Duitse loonmatiging achterna? Dat is wat vandaag en morgen voorligt op Europees topniveau. Prominent in beeld blijft het linken van de lonen aan de productiviteit. Lees, en vergis u hier niet, het ter orde roepen van landen die te zeer afwijken van dit zogenoemde Duitse model van looninlevering. Ik weet het, zo staat het niet in de tekst, maar laten we duidelijk zijn, dat is wel degelijk wat rondwaart in Europa. Via dit zogenaamde six-pack van voorstellen inzake economic governance kan de Europese Commissie verregaande bevoegdheden krijgen om landen ter orde te roepen waar de loonkosten per eenheid product de pan uitswingen. Sancties in pluis. Laten we ook niet vergeten dat Duitsland zijn werkloosheid nu deels exporteert door zijn loondumping. Noem het maar een soort van asociaal protectionisme. Maar als alle Europese landen dit gaan doen, dan kom je onvermijdelijk terecht in een neerwaartse spiraal van almaar meer inlevering. En dus almaar minder koopkracht binnen Europa en bij gevolg almaar minder groei in Europa. Dit is een weg die wij absoluut niet willen bewandelen. Economic governance zou eigenlijk ook omgekeerd kunnen werken. Duitsland ter orde roepen om eindelijk eens iets te doen aan de stijgende armoede. Eindelijk eens zijn werknemers laten delen in deze groep. Eindelijk eens een eind maken aan de ongerijmdheid dat je door werken niet uit armoede geraakt. Eindelijk eens een halt toe te roepen aan zijn beleid van exporteren van werkloosheid. Al is het maar, beste vrienden, om te vermijden dat we binnenkort onder de vlag van Help Heinrich omhalingen moeten gaan organiseren voor het ontwikkelingsland Duitsland. Pour conclure, un petit mot sur Bruxelles et le chômage des jeunes en particulier. L'Europe en manque cruellement. Il y a un manque criant d'emplois pour les jeunes. En Grèce, le taux de chômage des jeunes atteint 45%. En Espagne aussi. Mais le problème ne se limite pas aux pays méridionaux. Aussi des villes comme Bruxelles connaissent des taux de 33%. 33% si on suit les chiffres d'Actiris, plus de 40% si on suit la définition de l'OIT. Il y a pénurie d'emploi pour les jeunes dans toute l'Europe. Les troubles s'aggravent de jour en jour et le mécontentement ne se limite pas au chômage. Même les jeunes ayant un emploi se font des soucis. Qui paiera la dette publique astronomique? Les jeunes doivent financer à la fois le vieillissement, à dire une répartition, et épargner pour leur propre pension, une capitalisation, et par-dessus la marché, ils devront travailler beaucoup plus longtemps. Ces trois phrases que je viens de dire, ce ne sont pas des phrases de moi, ce sont les phrases dites du fils du président de l'Europe, c'est-à-dire Peter Van Rompuy. Pour être clair, je ne suis pas très fan de lui. Mais en tout cas, dans ces trois phrases, là, il avait raison. De werkloosheidscijfers bij jongeren in het Brussels gewest zijn beschamend, laat ons duidelijk zijn. Het generatiepact beloofde heel wat maatregelen voor jongeren, maar tot op heden is er niets van in huis gekomen. In het Brussels hoofdstedelijk gewest zijn 30% van jongeren op zoek naar werk. Die 30%, om niet de cijfers te verwarren, is als we jongeren nemen onder de 35 jaar volgens de cijfers van het jaar. We kunnen ons niet veroorloven om deze jongeren in de steek te laten en hen te verdoemen tot een verloren generatie. We hebben al onze vrienden in Spanje zien betogen, in Griekenland, in Groot-Brittannië, onder een of andere vorm. Ik ga me niet uitspreken over die vorm, maar ik vind wel heel duidelijk, als wij vandaag niets doen voor Brussel, niets doen voor deze Brusselse jongen, gaan we morgen hetzelfde probleem hebben.